Vandaag zijn onze gasten Joke Kuipers en Jan Kwak. En mijn naam is Rietje Barelts. Vanuit het Kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de Huiskamer. ...57 vierkante koperen steentjes liggen verspreid op Goeree-Overflakkee. En hoewel ik bij het plaatsen van die steentjes op de diek aanwezig was, ik heb ernaar staan kijken, is het nog geen seconde bij me opgekomen om later te denken, laat ik er eens langslopen om te gaan poetsen. Jullie hebben dat wel gedaan. Welkom Joke Kuipers en Jan Kwak. Hallo. Dankjewel. Ja. Die vierkante steentjes heten, nou laat ik eerst zeggen, Jan, jij bent erbij, maar ik heb begrepen dat het vooral jouw project is. Het is het project van ons samen. Van ons samen, ja. Maar jij bent hoofdzakelijk de woordvoerder. We poetsen samen. Ja. Ja. Nee, maar de woordvoerder zijn. Ja. 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 Prima. Dus Jan, als jij iets wil zeggen, dan gaat het tussendoor. Ja, hoor. Die vierkante koperen steentjes heet de Stolpersteinen. Hebben jullie enig idee wat dat betekent? Het is een Duitse benaming. En het betekent struikelsteentjes. Struikelsteentjes. Ja. Oké. Is dat dan, want ik weet waar ze voor bedoeld zijn, ja. Hè, het zijn herinneringssteentjes. Ja. Is dat dan bedoeld zodat je eerbiedig eigenlijk wel moet bukken om te lezen wat erop staat, zodat je wat het ware een beetje eerbied toont? De Duitse kunstenaar heeft het echt zo bedoeld dat je figuurlijk erover struikelt. Moet buigen. Dat je je hart en je hoofd voorover buigt om te kunnen lezen wat er op het steentje staat. Ja. Ja, ik zei al, ik was erbij aanwezig toen en ik vond het heel indrukwekkend. Het was een prachtige ceremonie. De eerste werden toen geplaatst. Ik was er toevallig. En ik bleef staan. Het was echt, mensen waren mooi gekleed. Rozen waren erbij, er werd gezongen. Het was echt heel indrukwekkend toen. Als je er zo mee bezig bent, hè, ga je dan ook afvragen wie de bedenker is van die struikelstenen. Want het is niet normaal. Het is geen gebruik in Nederland. Nee. Het... Als je op je knieën bezig bent met poetsen, dan gaat er heel veel door je heen. Heel veel gedachten, emoties. En inderdaad, Jan en ik liepen jaren geleden in Schiedam. En daar was 's morgens een ceremonie geweest van het plaatsen van steentjes. Dus jullie kenden ze al? En dat was onze eerste kennismaking. En we vonden het ontroerend prachtig. Ja. En toen we hier kwamen wonen op het eiland, liepen we over de diek. En toen zagen we ook de steentjes. Maar gingen jullie je destijds in Schiedam misschien al afvragen, wie heeft dat nou, wie bedenkt dit nou? Ja, ja. Inderdaad. Ja. En we hebben toen ook gevraagd aan mensen die daar voorbij liepen en sommigen wisten een antwoord te geven daarop. Toen hebben we, ik denk via Google, erachter gekomen hoe het systeem in elkaar zit. En dat is? Het is, bedacht door een Duitse kunstenaar, Günther Demnig. Hij heeft in 1993 het bedacht en in 96 en 97 heeft hij de eerste steentjes illegaal gelegd. Illegaal gelegd? Min of meer illegaal, zonder toestemming. Hij heeft dat in Berlijn, Kreuzberg gedaan en in Keulen. En toen in de jaren daarna, in 2000, heeft hij het project officieel Stolpersteinen geopend, is hij daarmee begonnen. Hebben jullie dan enig idee, want wij weten nu dus, ik weet dus dat het in Nederland, of hier bij ons in Nederland zo is, maar is dat in andere landen dan ook nou zo? Wordt dat ook gedaan? In Europa liggen er ruim 60.000. Ja. Echt? 60.000? Ja. 60.000, ja. Maar vinden ze dan lokale kunstenaars of mensen die ze plaatsen daar? Zijn het steentjes die op één en dezelfde plaats gemaakt worden, zodat ze allemaal identiek zijn? Ze zijn identiek. En... We willen wel benoemen dat de Lions Club, Goeree-Overflakkee en het Paul van Hessen Fonds, dat die de initiator ervan zijn. En dat die ook geld gesponsord hebben om het mogelijk te maken, naast heel veel andere sponsors. Ja, dat vroeg ik me af. Dan dacht ik, je kunt wel maar zo'n mooi project op poten zetten, maar daar moet wel veel geld voor nodig zijn. Dus om dat waar te kunnen maken. Dus ik heb begrepen, en nogmaals, die informatie hebben we ook van alle kanten gekregen,
Ik wil meneer Piet de Man ook noemen. Absoluut, ja. Die ons man. Heel, wie is dat? Piet de Man die, is van de Lions Club. En die heeft bijvoorbeeld ons alle informatie gegeven over de steentjes. Maar ik dacht ook dat, dat de gemeente heeft daar toch ook mee te maken. En het CIDI, dat heeft er toch ook mee te maken, of niet? Nee. Nee? Er is ook nog iemand die heeft een postzegel ontworpen. En met de opbrengst van die postzegel is ook geld gedoneerd voor de struikelstenen. Ja. Maar waarom, want ik bedoel, ik neem aan dat toch de toestemming aan de gemeente gevraagd is moeten worden. Ja. Dat hebben ze moeten doen. Ja. En laat de gemeente het dan verder aan de organisatoren over? Die heeft er verder geen enkele bemoeienis nou, mee? Nou, er is hier op de diek is een steentje gestolen. In ja, de, daar kom ik straks op. Belachelijk jaar rond kerst 2000. Nee, dat is oudejaarsnacht. Nee, oudejaarsnacht is er een steentje gezocht. Maar goed, dus dat is dus het CIDI heeft er bemoeienis mee en vooral voor jullie, meneer De Man. Ja, maar het CIDI, dat is Centrum Informatie Documentatie Israël. En we hebben hun gevraagd of ze misschien ook aandacht aan struikelsteentjes willen schenken in Nederland. Dat er misschien in meer dorpen, steden, straten mensen zijn die ook een aantal steentjes willen poetsen. Ja. Zodat mensen werkelijk weer struikelen. Ja, daar heb ik straks een leuke suggestie voor je. Misschien heb je daar wat aan. Ik weet het niet natuurlijk. Maar ik vroeg me af, hoe kom je ertoe? Wat ik al zei, ik heb die ceremonie gezien. Ik was erdoor ontroerd, maar ik heb geen moment gedacht van een half jaar ga ik ze poetsen. Echt niet. Wat is jullie betrokkenheid? Hebben jullie familieleden die overleden zijn in de oorlog? Of de laatste die wij zagen was Schiedam. Dat was een heel mooi glimmend steentje natuurlijk, die was net geplaatst. En toen kwamen we hier op de dijken, toen waren het bijna steentjes dezelfde kleur als de straatstenen zelf. En dat vonden we eigenlijk treurig, omdat we wisten dat je ze moest kunnen lezen. Duidelijk, ze moeten opvallen. Dus dat is de reden dat we zijn gaan poetsen. Dus toen zijn we samen heel voorzichtig begonnen. En toen zagen we het resultaat en we zagen mensen die kwamen naar ons toe en een praatje maakten. Ja, dat geloof ik. Ja, dus en ik denk dat ik altijd opgevoed ben met een liefde voor Israël. Ja. Mijn vader heeft in Mathausen gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik heb zelf jaren in Israël gewoond. En ik dan heb je toch een vorm van betrokkenheid, denk ik. Ja. En Jan en ik gaan elke zondag naar de kerk. En we geloven in Jezus. En Jezus was een Jood. Dus het ligt heel dicht bij ons hart. Ja. Rond kerst 2017 waren jullie net verhuisd naar hier, naar Middelharnis. Ja. Kerstavond. Ja. Op kerstavond? Ja, bijna wel. Op kerstavond. Ja. Toen wisten jullie, dus toen hebben jullie in die periode hebben jullie die Stolpersteinen gezien. Ga je dan bij de gemeente of zo informeren waar er nog meer liggen? Want dan weet je dat ze in de harnis liggen. Ja. Maar als het in totaal 57 op het eiland liggen, dan liggen er op de diek aardig wat. Hè? Want er is een synagoge geweest op de diek, aan het einde van de diek. Ja. Dus er zal hier een Joodse gemeenschap geweest zijn. We hebben ook een trapje, wat de Sjoeltrap geloof ik, heet. Ja. Dus er is hier een gemeenschap echt geweest. Dus waarschijnlijk liggen de meeste hier, klopt dat? Ja. Ja, die liggen meeste hier. Als mensen zien dat jullie zitten te poetsen, waar leidt dat dan toe? Worden mensen dan daardoor geraakt? Of zeggen ze, waar zijn jullie nou eens hemelsnaam mee bezig? Steentjes poetsen. Heel positief. Levert het leuke gesprekken of bijzondere gesprekken op? Ja. Het levert bijzondere gesprekken op. We hebben het twee keer meegemaakt dat een hoogbejaarde vrouw op verschillende plaatsen naar ons toe kwam. En vertelde van, ik heb als kind die Joodse mensen nog gekend. Dus die weet dat ze weggevoerd zijn? Die weet dat ze weggevoerd zijn. Hier bij Café de Krom was er ook een vrouw die ernaast woont. En in Oude Tongen was ook een vrouw. Ja. En ook vaders met kinderen, moeders met kinderen die langslopen. Sommige mensen zeggen enkel van wat doe je of mooi dat je doet. Maar ja, je hebt ook gesprekken.
Ja, nee, maar dat lijkt me het meest bijzonder. Ja. Ik ben ook blij dat het heel bijzondere gesprekken. Ja. Ja. Ik heb een beetje uitgerekend, hè, want per steen deden jullie er ongeveer een kwartier over. Ongeveer. In het begin. De eerste keer is het het moeilijkst. Want dan moet je het meeste vuil eraf halen natuurlijk. De tweede keer gaat het al veel makkelijker. Ja. Nou kan ik misschien een tip geven. Ik weet, als je er een heel dun laagje cola eerst over doet, dan ben je een heleboel van de rotzooi al kwijt. Oh. Dan gaat het poetsen veel makkelijker. Maar goed, nu heb ik ongeveer... Ik denk het niet, maar een leuke tip. Ze mogen 57 keer ongeveer een kwartier, dacht ik, dan zijn jullie ongeveer wel 14 uur alleen aan het poetsen geweest. Dan heb ik het niet over het heen en terugrijden en weet ik het allemaal. In hoeveel weken hebben jullie dat gedaan en hoeveel koperpoets heb je wel gebruikt? Hebben jullie dat bijgehouden? We hebben 3 bussen Brasso gebruikt. Eindeloze stapels poetsdoeken die we echt ook... gevraagd hebben aan mensen. We hebben jullie nog een paar poetsdoeken. En hoeveel weken? Geen idee. Nee. We deden het soms 's middags, soms 's avonds. Meestal 's avonds. Ja. Maar van wie kregen jullie door? Hoe wisten jullie waar ze lagen? Ben je naar de gemeente gegaan en heb je toen gehoord, of was dat meneer de man, die zei van... In Nieuwe Tongen moet je ze daar, of in die en die straat zoeken. In Herkingen liggen ze daar, in Melissant moet je daar zijn. Hoe ging dat dan? We zijn op zoektocht gegaan toen we zagen dat er eentje weg was. Toen hebben we de gemeente gebeld van, hey, op de diek mist een steentje, hoe komt dat? En toen hebben we allerlei mensen gebeld. En uiteindelijk kwamen we bij meneer de man uit van de Lions Club. En... toen zeiden we, we zijn begonnen met poetsen, maar heeft u misschien informatie? Nou, en hij heeft ons toen een lijst toegestuurd met adressen. En dat was toen de lijst waar we mee konden gaan poetsen. Toen wisten we waar ze overal lagen. Ja. Dus dat is... dat is bijzonder. Ja. Nou ja, bijzonder. Het zijn er 57 en als je het één keer gedaan hebt, valt het wel mee. Nee, daar gaat het niet om. Maar ik dacht ook, het is bijzonder, want ik denk, als je dus aan het poetsen bent, dan zit je er echt vlak boven. Dan lees je dus dat exact de naam. Ja. Je leest hoe oud degene was die daar is weggevoerd. En dan denk ik, hoe vaak zijn jullie dezelfde naam misschien wel tegengekomen van hele families? Ja. Of een familienaam in Middelharnis die je weer tegenkwam in Melissant of in Herkingen of weet ik het veel wat. Ja. Ja, dat klopt. Hoe werkt dat dan? Ga je dan afvragen van, herinner jij je, Jan, dat we daar hebben we een tegeltje gezien van die naam en die leeftijd? Zou dit dan een zoon geweest zijn? Ja. Ga je dat soort gesprekken met elkaar krijgen? Ja. En ook het, ik zou bijna zeggen het intense verdriet van, er is een meisje, Hester Cato, en die is in 1938 geboren. En ze is 3 dagen voor haar 4e verjaardag vermoord. En dat doet gewoon zeer. Dan zie je dat kind voor je, als je dat zit te poetsen, dan komt het beeld bij je binnen. Ja. En dan zie je ook een vader en moeder en hoe onmenselijk dingen zijn. Nee, maar dat dacht ik, het is niet alleen het mooi maken van die steentjes, maar je haalt op die manier een heel stuk van de geschiedenis van ons eiland. Ja. Die hebben jullie leren kennen op deze manier, denk ik dan. Ja. We hebben een hele stapel papieren met de geschiedenis van de families, met de foto's. Ja. En dan zeker omdat we vanavond hier te gast zijn, kijk je daar nog een keer in. En dan, dat zijn gewoon mensen geweest zoals u en ik en het team wat hier werkt. Ja. En omdat we het nooit mogen vergeten en omdat het nooit meer mag gebeuren, met welke bevolkingsgroep ook, denk ik dat het belangrijk is dat je doet wat je kunt doen. En voor ons jullie is doen dat, maar wat ik al zei, ik denk dat blijkt dus iedereen verder. Niemand van ons heeft gedacht, laat ik ze eens poetsen. Nee. Nee, dat komt omdat je misschien je eigen gras niet ziet groeien. Maar wij zagen dus wel dat de steentjes hier dof waren. Ja, ik loop er dus minstens 5 keer per week langs. Ja. En ik kijk er altijd naar. Ja. Ik kijk altijd naar de steentjes. Ja. Echt waar. Ik weet dat er bij de Kruidvat bijvoorbeeld liggen de meeste steentjes. Ja, 5 op een rij. Ja, er liggen er een heleboel op een rij. Dus, en daarom vond ik het ook onvoorstelbaar, je haalde het al even aan, dat er in de nacht van 30 op 31 december is er 1 steentje weggehaald. Ja. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk,
Ja. Hoe krijgen ze het in hemelsnaam voor elkaar? Want ze zitten er flink in. Nee. Laten we daar niet dieper op ingaan, maar dat is gewoon, degene die dat gedaan heeft, is een maloot. Dat durf ik hardop te zeggen. Die snapt niet wat hij gedaan heeft. Ja. Het is een steentje geweest van de gezin Polak. Deborah Polak, ja. Je hadden daar een manufacturenwinkeltje. Ja. 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 Jullie waren dus degene die dat ontdekte ook? Nee. Hebben ze jullie dan ingelicht? Nee. Hoe wisten jullie het dan? Wij zijn gaan vragen waar dat steentje was. Nee, maar dan... Wij wisten het niet. Hoe wisten jullie dan dat steentje weg was? Omdat het is enkel, was het een stukje stoepsteen, straatsteen. Nee, hebben jullie dan waren jullie degene die ontdekte dat het steentje weg was? Nee. We hebben wel de gemeente gebeld, maar dan ga je googlen tegenwoordig. En dan vind je politieberichten, daar stond het in. Dat het gestolen en dat de politie informatie zocht. Ja. Zijn ze erachter gekomen? Nee, weet je natuurlijk toch niet. Nee. Maar er is inmiddels een nieuw steentje geplaatst op 14 juni. Ja. Ja. Werden jullie daarover dan geïnformeerd? Ja. Dat ze dachten van, dan moeten jullie daarbij zijn. We mochten. Waren we bij. Ja. En net als u ervaarden we dat als een heel plechtig moment. Ik vond het echt indrukwekkend. Ja. Ja. Het was ontroerend. Officieel moment, rozen leggen ook. Ja. Fantastisch. Ja, donkerrode rozen. Nee, dit waren witte. Dit waren witte, oké. Okay. Ja. Nou, toen waren de donkerrode rozen. Ja. En een vreselijk aardige man van de gemeente. Dus de gemeente werkt wel mee, want hij kwam het inmetselen. Dus deze liggen wel vast, die kunnen niet meer draaien. Volgens mij was het de eerste keer, was het toen de kunstenaar zelf die ze dat in heeft gelegd? Ik denk het wel, volgens mij wel. Ja. Als het enigszins kan, Kunstenaar Demlich daarvoor. Ja. Nou, kan ik me heel goed voorstellen dat jullie denken van, nou, wij hebben ze deze keer allemaal gepoetst. Willen jullie misschien een oproep doen dat je denkt, het zou leuk zijn als elk dorp nou zorgde voor de eigen steentjes? Of is het een idee dat je zegt van, het zou een project voor schoolklassen kunnen worden? Of gaan jullie er zelf weer tegenaan? We hebben ze nu 3 keer gepoetst. 3 keer? Dit jaar. En het zou fantastisch zijn als een schoolklas of een groep tieners of wie dan ook een steentje voor zijn rekening wil nemen. Maar ik denk dat we het vooral fijn zouden vinden als het in andere plaatsen gaat gebeuren. Nee, dat is wat anders. Maar we hebben ze nu hier op Goulet. Ja. En dan denk ik van, als het nou zou kunnen, zouden jullie dat fijn vinden? Of zou je zeggen dat zou heel mooi zijn als elk dorp iemand... Het dorp adopteert de steentjes, bij wijze van spreken. En die zegt, vanaf nu zorgen wij dat ze om de 3 maanden, om de 2 maanden, weet ik het hoe vaak, gepoetst gaan worden. En dat er dan wat aandacht aan dat steentje komt. Klopt. Fantastisch. Als mensen zich melden, heel graag. Ja. En we willen graag iets vertellen over de mensen, kinderen die vermoord zijn. Documentatie erbij, dat maakt niet uit. Ja. Dus jullie zijn van plan of bereid zelfs om daar voorlichting over te gaan geven. Begrijp ik dat nou? Een klein stukje informatie willen we graag geven. Als mensen zeggen van nou, we willen het steentje van Deborah. Maar dan wordt je betrokkenheid natuurlijk heel anders. Hè? Ja. Als je ook informatie gaat geven, dan krijg je een heel andere relatie. Zeker de nieuwe generatie. Ja. En dat zouden jullie eventueel wel willen. Ja. Nou, laatste woord. Waar moeten ze zijn? Bij wie moeten ze zijn? Bij wie moeten ze zich melden? Of hebben jullie nog andere dingen dat je zegt... Dat vind ik nou toch ook nog wel belangrijk. We hebben gezegd dat het belangrijk is om ze overal te krijgen. Maar nog iets speciaals voor Goulet Overflakkee daarover? Nee, het is een fantastisch eiland. En de mensen die we ontmoet hebben terwijl we poetsen. Ja, fijn om in gesprek te gaan. Leuk dat mensen iets leuks zeggen en dankbaarheid tonen. Ja, waarschijnlijk net als ik. Waarschijnlijk hebben jullie wel 100 keer, kan niet. Ja. Misschien wel 50 keer gehoord. Ik heb er nooit aan gedacht. Ja, klopt. Ja, en dat is geen onaardigheid of ongeïnteresseerdheid, maar het gebeurt gewoon maar niet. Het blijft het project van meneer De Man, dat wil ik toch hardop zeggen. Meneer De Man heeft ooit gezorgd dat de steentjes er kwamen. Ja. En ik wil wel alle dank noemen aan meneer De Man. Ja. Omdat zonder hem hadden de steentjes er ook niet gelegen. Dus. En jullie weten niet wat zijn relatie is geweest? Of waardoor hij gemotiveerd werd? We hebben een paar keer gesproken nu inmiddels. Ja. En wat was zijn motivatie of zijn idee dan om ze te gaan plaatsen? Dat we nooit mogen vergeten en dat het nooit meer mag gebeuren. Nee, dat klopt. Maar had hij nog persoonlijk ook iets daarmee? Of niet? Nee. Gewoon wat wij ook allemaal hebben, dit mag niet meer gebeuren. Als kind heeft hij een ander Joods kind gekend. Ja. Omdat meneer De Man is
ook niet meer piepjong. Dus hij heeft die tijd wel meegemaakt. Bewust meegemaakt. Heel bewust, ja. 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 Ik dank jullie hartelijk voor jullie bezoek. Geen dank. Dank heel u veel wel. Succes. Ik hoop dat er mensen zich melden, maar anders dan moeten jullie weer aan het poetsen. Ja. Met mooi weer is helemaal niet erg. Jullie hebben de zomer van je leven gehad. Ja. Jullie eerste zomer dus op het eiland. Ja. De eerste week mei worden ze gegarandeerd gepoest. De eerste mei? De eerste week van mei. De eerste, uiteraard. Sowieso. Ja. Uiteraard. Dan moeten ze zeker gepoet worden. Ja. Als jullie nou nog even blijven zitten, dan sluit ik af. Oké. Okay. Dat was het weer voor deze week. En volgende week ben ik terug met andere gasten en een ander onderwerp. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een onderwerp of een hobby waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. En deze uitzending is terug te zien via Slogo, maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. Alle voorgaande uitzendingen zijn terug te zien via www.huiskamervanvlakke.nl en via mijn eigen Facebookpagina. Graag tot volgende week weer. Dag hoor!